Wat een weekend, wat een weekend, wat een weekend, Ruben Beukers. Waar zullen we beginnen? Ik kreeg geen eens in één tweet vol, hè, wat er allemaal was gebeurd. Nee, laten we dan beginnen bij zaterdagochtend vroeg, denk ik. Terwijl, kijk, weet je wie daar loopt? Ja. Karel, dit is de notaris. We hebben een fan. Ja, de notaris komt even langs. Altijd leuk, altijd leuk. Nou, schitterend. Nee, laten we beginnen bij de zaterdag. Want daar gebeurde al ongelooflijk veel. Teilingen voorop, dat doe je dan op, denk ik. Nou, daar waren wij natuurlijk samen. Ja, ja. En daar zaten wij in de kantine. Ja. En alleen al in de kantine, nou niet altijd per se daar, maar... Persconferentietje. Dan ben ik nog naar Van der Valk gegaan. Ja. Daar voorop ging lunchen. Ja. Wedstrijdbespreking waar ik bij mocht zijn. Dus het was een hele drukke zaterdag. En dan denk je, ja, we kunnen ons focussen op die wedstrijd. Nee. Nee. Overigens, mooie happening. Dat moeten ze, wat mij betreft, ga dit elk jaar doen. Ja. Ga dat ook zo meteen gewoon op de Elsgeest doen. Want dit was echt fantastisch. Want zij spelen op 27 januari spelen ze op de Elsgeest. Dat is op een zondag. En weet je welke wedstrijd je op die zondag ook hebt? Nee. Feyenoord Ajax. Dus voorhoud, Rogier Hoeijmans overigens gefeliciteerd ook vanaf deze kant. Ja, nee. Het voorzitterschap. Ga het weer op die zaterdag. Ja, doe het gewoon op die zaterdag. Waar doe je moeilijk over? Dit experiment liet zien dat het kan. Nee, hoeveel man was er? 1200? Ja. 1000 sowieso? 1000 plus. Ja, echt een heel leuk sfeertje was er. Hartstikke druk. Dus wat mij betreft doe dit jaarlijks. En een goed tijdingen gezien, hè? En zoals ze dat zeggen, Henk Casius die gaat ons nu haten, wat ik nu ga zeggen. Wij zijn ook een beetje deels nieuwe generatie journalisten. Perfect omschakelploegie met Teilingen. Ja, echt, vooral met jou op Zwetsloot. Ach man, maar heeft het echt, die Mark Vonden heeft het echt goed neergezet hoor. Ja. In de omschakelingen toeslaan. Dat is echt een beetje af, Mark. Dat sowieso. Maar wij zaten daar in de kantine ons voorbereidende werk te doen. We wilden althans ook nog allemaal op social media gaan. Welk voorbereidend werk? Ja, en toen ging het los. Waar zullen we beginnen? We hadden eerst de periodekampioen, ook van deze plek gefeliciteerd van Nispa, sowieso. Ja. En dat doet mijn kleine oranje hartje wel goed. Ja. Ah, leuk dat we periode hebben. Kaag, ja. Dat is, ja, hij zegt al we. De krimpel eruit, nee. Maar dat ze periodekampioen zijn geworden. Maar het belangrijkste is dat je 8 punten voor staat, laten we eerlijk zijn. Ja, dit zijn de woorden van Ras ook, hè? Ja, nee, maar ook, ik denk iedereen, hoor, die Kaagje een warm hart toedraagt. 8 punten is echt flink, nu al. Ja, doe eens een klein stapje opzij, moet eens kijken wie er weer zit. Zit hij er nou? Ja, hij zit er. Ja. Maar goed, we hebben heel veel te bespreken. Ja. Want we kunnen ook nog 7 minuten die kat... Je hebt volledig gelijk. Hij kiest de eieren voor zijn geld en gaat naar beneden weer. Maar goed, dat hadden we, en... Nou ja, toen waren we daar bezig, natuurlijk, en toen kwamen we... Wat gebeurde er niet? Ja, nee, de Striekster. Om het zo maar te zeggen. De eerste tweet van Nick Driebergen zagen we. Ja. De zoon van de oud-voorzitter. En zwemmer kennen we hem ook natuurlijk ook nog van. Wat ging er bij jou voor het eerst? Wat is je eerste gedachte? Ik moest wel lachen, want ik dacht toen gelijk... Ik kom ook uit het tenniswereldje. Hè? Dat heb ik vroeger ook altijd gespeeld. En ik speel het nog steeds af en toe wel eens. En ik moest gelijk denken aan iets waar Hanif Harara het in het LD ook over had. Dat heb ik gelezen. Richard Krajicek, Melvin Washington, destijds bij Wimbledon. Daar moest ik gelijk aan denken. Okay. Zo vaak zien we de vrouwen niet daarover. Nee. Aan de andere kant dacht ik, toen ik die vrouw zag, ach, mevrouw, wat doet u zelf toch aan? Wel, de heer HKR. Ja. Super ludiek weer. Ja, kijk, inderdaad. Weet je, we hebben ze natuurlijk ook... natuurlijk hebben we dat vuurwerkschandaal van vorig jaar gehad. Ja. Het is ook niet altijd eventjes fijn in het nieuws zijn geweest. Over het algemeen. Maar dit hebben ze wel weer grappig in elkaar. Nou, over het algemeen zijn ze vrij ludiek. Heel ludiek, ja. Dus, complimenten. En ze was niet lelijk. Of wou je zeggen dat je alleen naar de HKR-vlag hebt gekeken? Nee, maar laat ik het zo zeggen, het is niet echt mijn type. Als ik daar bij mijn ouders thuis zou komen, maar ja, het ontbijtje zo, dan zouden ze ook, Frank, kun je eventjes met ons meekomen naar een andere gedeelte van de kamer. Maar vind gelukkig, ik een mooi bruggetje, Erik Meijers. Wat een kutkeeper. Wat hebben wij toch een kutkeeper, zeg. Godverdomme, waar hebben wij een kutkeeper. Ja. Nee, gelukkig heb ik al overigens 9 jaar dezelfde vriendin, dus dat terzijde. En een kat. Ja, en de kat die weer eventjes binnen is gekomen. Ja. Erik Meijers. Ja, van als je het hebt over
Nou ja, waar je niet mee aan de keukentafel, hè, in eerste instantie. Oh, jij gaat dus een link leggen tussen een naakte vrouw en Erik Meijers. Hoe kan ik mezelf hier nog... Ik snap wat je bedoelt. Onze eerste reactie was ook daar weer mee. Van, toch bij ons allebei van, hè? Erik Meijers, die kennen we toch alleen maar van kutkiepen? Ja, nou ja. Exact. Ja, nou goed... Mag ik jou daar inderdaad, want jij weet waar we naartoe gaan inderdaad. Ja. Onze eerste reactie is ook denk, hè, Erik Meijers, wat moet die nou bij VWSB? Een man die uit de andere kant van het land komt en natuurlijk net die documentaire hebben we met z'n allen gezien. Dus je gaat jezelf wel een beeld scheppen. Kutkant! Kutkant! En anders niks! Dan krijg je op een gegeven moment een telefoonnummer. Wij zaten op een gegeven moment, bel jij of bel ik? Nou, ik was met andere dingen bezig. Ruben zegt, joh, ik bel wel eventjes. Ja, goed. Jij hebt het interview met hem gehad en je komt naar me terug en je zegt... Ja, wat een geschikte vent is dit. Ja. Ik weet niet wat precies zijn. Nee, maar je was gelijk van, nou, wat een leuk gesprek en wat een leuke man. Ja, maar kijk, dat zei je ook wel terecht. Als je anderhalf jaar een camera op je wordt neergezet en je hebt anderhalf jaar een microfoon op je borst... Ik ga trouwens, de uitspraak ga ik niet goed praten, want die blijf ik schandalig vinden. Ook, hè, het was heel grappig, maar dat moet je niet doen. Maar ja, mijn eerste ingeving was eigenlijk toen ik hem net had gesproken van... Ja, een hele rustige en vriendelijke man is dit. Dit is helemaal niet iemand die zegt, kutkeeper of you have to be horny for the goal of kutkrant. Ja. Maar van akte. En, en toen heb jij natuurlijk ook met Arjen Broekhoff gesproken. Ja, gewoon weer heel netjes zei, ja, het zal wel heel dom en kortzichtig zijn. Ja. Als wij ons alleen op die documentaire... Ja, maar laten we eerlijk zijn, dat is het natuurlijk ook, hè. Als je op basis daarvan iemand niet neemt. Alleen, hij is er vrij beschadigd uitgekomen. Ja. Al zei hij wel, mensen die documentaire volledig hebben gezien, die zien ook een trainer die wel heel... met zijn werk bezig is en heel gepassioneerd is. En dat kan je natuurlijk niet... Wel moet ik zeggen, kijk, ik ga niks... Want ik heb de man nog niet gesproken, dus ik kan me dat niet... Ik kan alleen maar concluderen op de beelden die ik tot nu toe gezien heb. Ik zag hem laatst ook nog bij VI, jonge ventje, die Dennis. Ja. Vond ik hem wel een beetje wat arrogant overkomen. Van kijken welke prijs ik allemaal gewonnen heb. Maar goed, dat kan natuurlijk ook maar net eens... in dat geval, geef ik toe, als media kan je best wel een bepaald beeld van iemand schetsen. Goed. En soms is het ook heel goed wat voor beeld geschetst wordt, maar soms is dat ook wel een beetje misleidend. Dus nou ja, dat zou natuurlijk ook. Kijk, als hij echt, ik ken hem niet zo goed als trainer. Hij heeft wel echt een flink, echt een mooi cv. Dus dat kan je ook niet. Maar als het echt gewoon het type trainer is die de selectie nodig heeft. Ja, en het is met de selectie en spelersraad allemaal besproken. Kijk, en, ik vind niet dat wij nu al kunnen oordelen. Absoluut. Of het een, volledig met je eens. Dus, maar goed, het eerste indruk was goed, maar wel, heel eerlijk gezegd, was wel vrij opmerkelijk, vond ik. Ja, in dat geval laten we gewoon lekker met hem ook. En zoals we met alles en iedereen doen, gewoon op een nulpunt beginnen. Maar kunnen we wel toevoegen. We hebben Kees Zethoff. Vrij flamboyant. Ja. We hebben Sjaak Polak. Vrij. Flamboyant. We hebben Erik Assink. Flamboyant. Nu krijgen we Erik Assink, dus dat moeten we afwachten. Erik Meijers, weet je of nu. Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Hans Kraaij, dit is een oproep aan jou. Kom naar de streek. Kom naar de streek. Ja, dit is dan hebben we alle leuke trainers. Dat is de enige die we nog missen. Ja, ik snap je. John de Wolf er ook nog eventjes bij. Dat is natuurlijk ook wel een mooie naam. In de... Ik snap je. Waarom niet? Link die je legt. Doen we dat gewoon lekker in de steek. Je hebt geen serieuze trainers meer. Dit is een gevaarlijke opmerking trouwens. Weer een serie, een goed bruggetje overigens. Sjaak Polak. Ja, vertrekt. Ja. Geen idee. Die zijn er goed in, hè? Ik zat meer juist dan, ga je ook gelijk bedenken, wie zou ik dan bij SCC zien, bijvoorbeeld? Ik heb wel een naam in mijn hoofd zitten. Maar daarover straks. Overigens, Sjaak Polak, in dat geval... Vertel even, want jij hebt hem vandaag heb anderhalf uur bij hem aan de keukentafel gezeten. Ja, dat vond ik eigenlijk best wel heel leuk. Want ik appte hem en ik zeg tegen hem, ik wil graag een interview met je. Nou, meestal is het dan, is goed, bel me morgen maar eventjes. Maar hij zegt, waarom kom je niet even langs? Kom je even een bakkie doen? Dat kwam van hemzelf? Ja, kwam van hemzelf. Okay. Ik denk, waarom ook niet eigenlijk? Ook, dat vind ik echt in dat geval, ik vind Sjaak Polak, zoals ik hem nou al een paar jaar ken, ook vanaf moment 1 dat ik met hem heb zitten appen en gewoon met hem sprak. Het is niet altijd even makkelijk een interview met hem, maar het is zo'n lieve man. Het is een lieve man. En oprecht, weet je. Ja, dat zie je ook bij Willem in de taxi. Toen maar het doet niemand een vlieg kwaad hoor. Echt het is echt een lieve man. En laten we wel zijn, heel goed gedaan hè, gewoon SCC. En ook nu het pakket
ja, we kunnen oordelen wat we willen, maar hij zit gewoon echt in een heel lastig pakket natuurlijk met SEC. Ja, en hij heeft ze wel gewoon kampioen gemaakt in zijn eerste jaar. Dus dat interview dat komt online te staan waarschijnlijk dinsdagochtend. Dat terzijde. Ook hij appt mij, hij stuurt een bakje koffie, wil je nog een gebakje bij? Het is maar een heel klein voorbeeld. Ja. Alleen maar dat hij appt van, wil je nog een gebakje bij? Ja, daar spreekt uit dat het gewoon een lieve man is die voor de medemens wil zorgen. En nee joh. We hebben de 10 minuten. Maar ik kan mag er een klein stukje overheen alsjeblieft? Nou ja, ik kan toch wel aankondigen, dit wordt een langere aflevering. Het wordt een iets langere aflevering, ja. Ja. Ja, goed, we waren wel lang. Ja, dus daarover uitgebreider dus in het artikel. Maar echt, ik heb daar 1,5 uur aan de keukentafel inderdaad gezeten. En ook echt gewoon geboeid naar hem zitten luisteren. En ik vind het een hele leuke, geschikte vent. Ja, hij zal niet voor iedereen even makkelijk zijn, dat geloof ik best. Nee. Maar ik, Nou goed, we hebben hem laatst bij Katwijk genoemd, waar hij zelf heel vereerd over was. Graag gedaan, Sjaak. Ik vind hem klaar voor dat niveau. Hè? Want ik vind het gewoon in zijn structuur die werkt en ook wat hij bij SEC, bij wel die wedstrijd tegen List als voorbeeld noemen. Gewoon, het zag er echt goed uit en je ziet echt dat hij wat kan. Ja. Hij, weet je waar hij hoort? Hij hoort bij, waarom we ook Katwijk zeiden. Is omdat Katwijk heel professioneel is in heel veel dingen. Ja. En met die hashes bezig is en met data bezig is. En zo'n trainer is Polak ook. Die is heel erg professioneel. Op zich, kijk, het niveau waar hij nu zit is derde divisie. Maar dan een iets professionelere en iets... club die iets verder is dan SEC, zou ook heel goed voor hem zijn op dit moment, denk ik. Niet per se, hoeven niet per se de tweede divisie, maar zo'n soort club. Nee, dat ben ik met je eens. Die gewoon misschien ook het budget heeft om goede spelers te halen. En in dat geval, SEC is een schitterende club. Ik kom er al jaren. Alleen had hij in bepaalde dingen misschien, was hij te professioneel voor de club als het ware, om het zo maar te zeggen. Ja. Heeft misschien ook in dat geval te snel bepaalde dingen doorgevoerd wat bij een gedeelte van de achterban niet lekker is gevallen. Ja, goed. En maar daarover lees je in het interview meer, hè? In zijn voorganger was natuurlijk... Ja, je kon niet veel beter doen dan PZ. Mooi brugje, want we waren afgelopen dinsdag... Och, dit wordt echt lang trouwens, maar de... Zullen we proberen om het wel ongeveer onder het kwartier te houden? Ja, dat rond succes. Ja. Maar afgelopen dinsdag vind ik dat we ook heel veel kort moeten uitlichten. Twente Noordwijk. Oh, wat een hele lange dag, maar wat een heerlijke dag was het, hè? Nou, trouwens, respect naar FC Twente. Ja, 100%. Toppers. Echt, ook van vak P tot aan hoe we werden ontvangen. Kijk, vak P, fantastisch inderdaad. Maar echt, ik heb het er ook over getweet. De manier waarop wij daardoor door Twente werden ontvangen, dat vond ik echt briljant. In dat opzicht is het gewoon echt een topclub. Ja. Ja, maar wij werden gewoon, we waren er heel vroeg om alle files voor te zijn. Ik denk dat we er om 1:05 of zo al waren. Ja, we hebben de hele dag brood gegeten. Ja, dat terzijde. Ja. Maar diegene die ons hielp, zeg maar, daar, die zei, als jullie toch al zo vroeg zijn. Een rondleidingtje. Ja, hebben jullie een behoefte aan een rondleiding? Ja, en dan de kleedkamer in en eventjes op het veld kijken. Ja, dat was echt heel gaaf. Ja, echt superleuk om een keer zo mee te maken. Ja. Maar goed, ik hoor je net een opvolger van Polak. Want we gaan nu weer naar de rubriek